Dag Angelique. Hi. Hallo, welkom bij Promenspoor. Dankjewel. Dankjewel. Hoi. Kijk, hier gaan de kinderen hun machinistendiploma halen. En hoe ga je nou naar de andere spoor toe? Oké. Laat dat ook eens even zien aan Angelique. Ja? Stop, hè? Niet op het zijn. Oké, dat is... Wil jij later echt machinist worden? Ik vind het wel leuk om met treinen te rijden. En dan met kleintjes of met grote? Ja, met grote. Zou ook wel leuk zijn. Is dat wat je nou probeert te stimuleren hier of gaat het meer om de modelspoorbaan? Ja, en de techniek erachter, hè? En dubbelhandig werken voor de kinderen. Maar waarom vind je dat belangrijk? Want ik ken ook mannen die denken dan, ja leuk, ga met een modelspoorbaan spelen. Ja, als je die kinderen die ogen ziet, ja, dan weet je genoeg. Dat is echt superleuk, hè? Ja, laat eens kijken je diploma, je machinistendiploma. Want jullie hebben het helemaal goed voor elkaar, toch? Ik bedoel, leuk, er komen kinderen. Goed voor elkaar, ja. En wat is dan het probleem? Ja, dat we weg moeten. Je moet weg? En wij moeten 1 januari moeten we dit gebouw verlaten. Want de gemeente gaat dit slopen. Oh. Samen met die gebouwen die hiervoor staan. En waarom gaan ze dit slopen dan? Er is toch niks omdat mis mee? Ja, maar er komt nieuwbouw te staan. En dat levert geld op. Dat levert geld op. Ja. En ik kan me dat voorstellen. Het is ook geen verwijt naar de gemeente. Nee. Want 3 jaar geleden wisten we dat we hier een beperkte tijd zouden zijn. Nou ja, wij zijn in het voorjaar al, toen we definitief hoorden, want aanvankelijk waren de berichten dat we nog 2 jaar mochten blijven. Maar van het voorjaar zijn we al begonnen met nieuwe huisvesting zoeken. En ja, ik moet eerlijk zeggen, ik denk dat wij wel een 40 plaatsen geweest zijn al. Je hebt nog niks gevonden. Ja, nog niks gevonden. Of het is veel te duur, het is niet betaalbaar. Er is ook heel veel leegstand, toch? Op bedrijventerreinen en zo heb je dat hier niet. Ja, alleen dan begin je vanaf 35 euro per vierkante meter. Oh ja, en wat heb je nodig? En wij hebben 150 meter minimaal nodig. Ja, dan wordt het een beetje duur. En dan wordt het best duur. Dus. Weet u nou een leuke plek, hè, voor de model spoorbaanclub uit Ede? 150 vierkante meter maar. Het zou zo leuk zijn als het lukt voor die treinen.